Kamerin. Dus op basis van de uitslag verdien je een lekker koud biertje, maar toch hangt er een beetje een vreemde sfeer. Ja, omdat het natuurlijk bijna een perfecte middag werd. Met de tussen de Zwolle en zelf speel je natuurlijk een geweldige wedstrijd. En als dan net voor tijd inderdaad 1-1 van de RKC, dan geeft het toch een klein beetje je gevoel. Ik weet niet hoe jullie in contact stonden met Waalwijk, maar de sfeer in het stadion zei eigenlijk genoeg, hè? Ja, nee, wij hadden iemand gestuurd daar naartoe. Dus wij kregen de tweede helft regelmatig een update van het spelbeeld. Dus, maar dat, inderdaad, dat ging zo snel. Je hoorde het gelijk in het stadion. Het viel helemaal stil. En ja, wat doet dat dan met je na zo'n wedstrijd? Want uiteindelijk speel je zelf wel een hele goede partij. Ja, ik, als trainer kijk je ook een beetje wat verder. Hè? En dan zie je gewoon dat we een van onze beste van het seizoen gespeeld hebben. Zowel verdedigend als vallend. Dus het complete paardje. Dat was helemaal goed. Het duurde wat te lang, denk de 1-0. De eerste half uur hebben we allemaal wat kansen gehad. Dat je denkt van 1-0 viel een mooi moment. Nou, de tweede helft viel een beetje stil. Toen wat sneller swipe gebracht dan de bedoeling was. Ja, en die viel natuurlijk geweldig in. Je ziet dat we dan veel meer dynamiek krijgen. Ja, dan maken we het zeker een uitslag. Je hebt er helemaal niks aan, maar als we zo toch de hele tijd erbij gehad zouden hebben. Ja, nee, ik hoop dat het natuurlijk, je hebt heel veel dingen. Maar en ik heb natuurlijk al een paar keer geroepen van we hebben gewoon op een gegeven moment te veel jongens gemist. Ja, dat zie je nu. We zijn gewoon we hebben een goede ploeg als we fit zijn. Dan zijn we heel sterk en kunnen we bijna tegen iedereen een resultaat halen. Ja, en je hebt het over doelpunten. De grootste domper is eigenlijk misschien dat je er gewoon 3 tekort komt. Ja, zeker. Ik zei het nog in de tweede drinkpauze van ga door. Zwolle staat voor. Ik kan zomaar gelijk worden. Elke goal is belangrijk. Dus gelukkig maakt er nog 1. Maar ja, het is ook wel makkelijk roepen natuurlijk. Je loopt er ook niet zomaar doorheen bij Heracles. Die namen ook niet veel risico meer, ondanks de achterstanden natuurlijk. Dus die gingen het ook niet opengooien achterin. Ja, gelukkig maakt het nog 1. En ja, 3-0, 3 doelverschil, dat kan ook nog volgende week. En dan mag je naar de Kuip. Ja. Ja, ik zal net denken, we hebben best wel gekke ontknopingen meegemaakt natuurlijk. Maar dit is ook voor mezelf op allerlei niveaus. Ja, dit wordt wel weer een hele bijzondere dag. En ik zal ze dus tot bijzondere dingen in staat. Als je de historie bekijkt van ons. Dus je moet er gewoon voor een kans gaan, een maximaal resultaat halen. En wat is dan een maximaal resultaat? Is een punt winnen of een hele kleine nederlaag met 1-0. En hopen dat PSV er dan 4-0 wint, zeg maar. Dus dat kan natuurlijk allemaal. Dus maar je moet vooral in eerste instantie zelf weer goed zijn, zoals we de laatste paar weken zijn. En dan kijken hoe de middag gaat verlopen. En erin geloven met elkaar, want de supporters, spelers? Nee, zeker. Maar dat heb ik gelijk al naar de wedstrijd. Deze wedstrijd geeft natuurlijk hartstikke veel vertrouwen. En we hebben natuurlijk al een aantal keer dit seizoen gezien. Ja, dat we Ajax 2 keer gelijk spelen, Utrecht 2 keer gelijk spelen. Dus ook de goede ploegen echt goed uit de voet kunnen. Nou, is Feyenoord wel een ander kaliber, dat snap ik ook wel. Dus dat is nog weer een stapje hoger. Maar ja, we moeten goed zijn. En dan weet je nooit in het voetbal. En wat ik zeg, je moet, wie weet is inderdaad een kleine nederlaag wel genoeg. En, ja, en ben je wel effectief of kun je wel een punt halen. We hebben er wel weer zin in volgende week. En gaan we alles aan doen. En als het onverhoopt niet lukt volgende week, dan gaan we de play-offs in met vertrouwen. Dat vind ik wel heel belangrijk iets. We zijn fit en met vertrouwen. Dan gaan we het via de play-offs verder. Je was zelf ooit Pro Excelsior Speler van het Jaar. Dit jaar Arthur Zagré. Een goede keuze van de fans? Ja, zeker. Ik dacht er van de week aan. Ik zag het voorbij komen van Speler van het Jaar verkiezing. Ik denk, ik zou inderdaad Arthur of Sieber kwam ik zelf uit. Arthur was mijn eerste gedachte. Dus ik vond het een hele logische keus. Goede speler, een leuke speler voor het publiek. Met mooie aanvallende acties als verdediger. Dus ik steun die keuze heel erg. Ja, mooi dat spel van hem ook gewaardeerd wordt door de fans, blijkbaar. Ja, mooi. Dat is ook natuurlijk weer een beetje wat we willen met Excelsior. Verzorg aanvallend spelen, wat we vandaag hebben gedaan. En daar horen ook aanvallende backs bij. Dus daar scouten we ook op. En dat is mooi dat nu eruit komt, ja. Zou Arthur dan beseffen dat hij in een mooi rijtje met spelers terechtkomt? Nou, dat denk ik niet. Voor mij is het niet zo dat besef. Maar ik zal het morgen eens vragen aan hem. Dank